Goedemorgen, het is dinsdag 8:30. Ik ben echt net wakker, ik ben zo moe. Het is vandaag Internationale Vrouwendag, 8 maart 2016. Laten we hopen dat wanneer Ilaila groot is, dat vrouwen op de hele wereld net zoveel recht hebben als mannen. Dat vrouwen niet worden gezien als minder slim. Of minder sterk. Of dat ze niet evenveel mogen verdienen als mannen. Wat echt super belachelijk is. Dus laten we hopen dat we er op dit moment voor kunnen vechten. Dat wanneer later onze dochters of misschien zonen onze leeftijd hebben. Dat ze dezelfde rechten hebben. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Ik was net met Ilaila aan het praten. En uitleggen wat Internationale Vrouwendag is. Sorry, het is donker. Ik moet even mijn gordijnen openen. Ondanks dat ze dat nog niet snapt. Weet niet, soms voel je dat je iets moet zeggen tegen je kind. En toen kreeg ik in één keer het idee om een video te maken. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb echt vet snel gegeten. Ik ga even snel douchen. Dan Ilaila. En dan gaan we gelijk die video opnemen. En dan hopelijk kan ik hem gelijk editen. En dan ga je dus, als het goed is, hebben jullie hem al gezien. Yay! I am invincible, I am woman. Hoe ga je staan? Zo zitten samen. Gaan we samen zitten? Oké. Okay. Zo, we hebben net video opgenomen en die ga ik nu exporteren en gelijk online zetten. Baby TV, dat is... Baby TV is dat je denkt, oh, maar je blijft kijken. Echt heel erg. Zo, echt zo brainwashed. Ik heb hem geëdit en online gezet. Ilaila slaapt. Is nog een beetje zwak, ze natuurlijk van het ziek zijn. Dus ik ga denk ik maar eventjes editen. Ik ben moe, man. Ik ben vandaag best wel vaak uit geweest. Voor Ilaila. Volgens mij had ze een vol neusje steeds. En weet ik veel. Dat was echt... Dus ik ben moe. Ilaila werd wakker, dus ik heb niet kunnen editen. Ik ga even mijn lipstift eraf halen. Anders kan ik Ilaila geen kusjes geven. Ik zet je even neer. Zat een hele make-up eraf aan? Nee, ik ga zo denk ik nog even naar de winkel. Verder wil al een tijdje draadjesvlees eten, maar steeds kom ik er niet aan toe. Echt heel erg. En ik wil dat dan gewoon 's morgens opzetten, weet je. Zodat ik daar... Zodat het lekker kan sidderen. Dus... Jeetje, het is al 11 uur, hè. Ik heb verder nog niks gedaan. Ja, ik heb gefilmd en geëdit, maar... Zo. Het is mooi weer. Oh, lekker. Zo, dat is beter. Laat ik eens even... Oh, ik heb wat reacties. Reacties op mijn filmpje, dat vind ik leuk. Daar word ik vrolijk van. Oh my god, het is dinsdag. Pretty Little Liars. Ik zit hier met mijn koffie de pot te kijken en het is 11:40. Dus ik denk, ik ben moe. Ik denk dat ik straks een filmpje ga kijken. Ik denk, waarschijnlijk zal ik in slaap vallen, want mijn ogen branden. Maar toen zag ik een keer op Facebook iets van Pretty Little Liars. Maar ik ga wachten. Als ik straks ga lunchen, wat doe jij? Wacht. Kijk haar beentjes. Wie heeft Snapchat? Oh, die filter. Wow, kijk maar. Die filter, die ene. Je weet wat ik bedoel. Die is zo mooi. Ik wou dat ik die filter als... gewoon kon gebruiken. Ik heb honger. Ik ben zo moe. Echt. Mijn moeder was gisteren geweest. En die had voor mij een broodje meegenomen. En... best wel een dik broodje. En volgens mij zit er zalm op. Dus ik hoef geen brood te maken. Let's see. Kleine mensenproblemen. Boy. Zalm. Rucola. Ik zou eigenlijk even een dutje gaan doen, maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga even kijken wat er op Netflix is. En ik heb gekeken, Vicky Cristina Barcelona,
Wat een mooie film. Ach, ik hou van zulke films. Als je hem nog niet gezien hebt en je houdt van een beetje sexy-achtig. Nee, het was niet sexy, het was echt spannend. Als je in Barcelona bent geweest en je houdt van Barcelona net als ik, dan snap je het gevoel. Het is zo'n heerlijk. Het was echt een heerlijke film. Alleen het einde was echt mooi. In één keer bam, afgelopen. Dat was jammer. Ik maak even thee en dan ga ik dan ga ik die kleren die ik gisteren dus allemaal uitgezocht heb opvouwen. Ik heb hier gevlogd. Ik had zo'n hoofdpijn. Ik heb zo'n hoofdpijn gehad. Niet normaal. Maar het is nu weer weg. Ik kijk tv. TV staat vet hard. Misschien heb ik daar een hoofdpijn. Nee. Oh. En ik heb schoenen besteld. En van de chocoladekoekjes af. Die zien jullie van de week als die binnenkomen. Ja, die wou ik laatst bestellen. Bij Comic Get Fashion volgens mij. Ja, die wou ik laatst bestellen. En toen dacht ik, nou doe ik van de week wel. En nu waren ze in de aanbieding. Dus, Jamie. Hey, goedemorgen. Het is, wat is het, woensdag? Ja, het is woensdag. Het is 10:05. Aan mijn ogen te zien zie je dat ik moe ben. Ik ben echt moe gewoon. Ik lijk wel eens vannacht wakker, maar één keer hoor. Maar dat gebeurt al heel lang niet. En gisteren had ze echt totaal de dag niet. Dus vandaar dat ze vannacht dus te makker was. En oh, jeetje. Dus ja, ik zou kwark gaan eten met granola. En ik zou thee maken. En toen waren we met z'n allen in de app aan het praten. De ene ging een tosti eten. En de ene had een dubbele espresso. Dus nu heb ik een tosti. Die bijna klaar is en ik heb koffie gemaakt. Echt, oh. De zon schijnt vet mooi. Ze zeggen dat het dit weekend echt lekker weer wordt. Maar ik moet dit weekend gewoon echt werken overdag. En zaterdag en zondag van 11:15 tot 7:00 of zo. 11:15, 12:15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, het zijn gewoon volle dagen. Dus ja, mijn tosti gaat verbranden. Ik ga even mijn tosti eruit halen. En even lekker ontbijten. Ik heb even gedoucht. Kopje koffie gemaakt. En Ilayla is zo schattig bezig. Lieve schat, je moet anders liggen. Je moet zo liggen. Hallo? Je moet zo liggen, niet zo. En dit kan je dan altijd nog even... Ik denk, komt die gekke vrouw weer met de camera. Ik heb al... We hebben een mat. Van de IKEA. En die heb ik gekocht toen ik op mezelf ging wonen. Gewoon zo'n standaard mat. Maar die is laagpolig. En... dus dat blijft zeg maar... ik heb haaruitval nu. Ferdy ook. Ilayla ook trouwens. Dus dan blijft het erop liggen en dan zie je het zo. Echt... Oh. Dus nu heb ik het in mijn hoofd gehaald om een nieuwe mat te halen. En die wil ik dan ook nu hebben. Gewoon van de IKEA. Zo'n standaard mat. Ja, mijn ouders hebben die ook toen gehad. Ach, zo'n standaard hoogpolig mat. Helemaal niet duur, gewoon prima. Maar nu heb ik echt zoiets van, ik wil hem nu. Nu. Dus ik heb mijn moeder even heel lief gevraagd. Wil je vanavond met mij naar IKEA alsjeblieft? Anders moet ik het laten bezorgen. Dat kan op zich ook wel. Maar ik had even gekeken. Ik had al een bestelling zeg maar, geplaatst. Ongeveer tot aan dat ik kon zien wanneer. Maar dan komt die pas de 14e. En de 14e is... Het is vandaag 9. Nee. Dat kan. Ik weet niet eens hoe ik met werk zit. Ik moet morgen werken. Oh, maandag. Maandag zou op zich wel kunnen. Dus. Maar ik hoop gewoon dat mijn moeder zegt... Oh ja, vanavond is prima. Wat ik in de koelkast vond. Een macaron. Oh my god, zo doelloos. Ik heb net geslapen, een uur. En toen heb ik echt 1,5 uur met een vriendin in de telefoon gezeten. Maar ja, mijn moeder komt straks. Mijn schoonmoeder komt ook straks trouwens, maar mijn moeder komt straks. En we gaan naar de IKEA. Dus ik ben weer blij. Kijk, mijn moeder is er en ze heeft haar geknipt. Helemaal kort. Het is wel mooi. Het was eerst... Nou, tot waar kwam het? Tot hier. En in één keer... Bam. Hé, hey, Ilayla. Hallo. Ben je met Nanny aan het knuffelen? Ja. Maar het is wel mooi. Mijn moeder zegt dat ze er niet goed uitziet. Maar dat is wel zo. Hi. Dat ik niet goed uitzie. Ja, het is wel zo. Ik ga alvast even eten, want mijn vader had bami meegenomen. Dus ik ga nu eten. Oh, ik heb het veel te warm gemaakt. Bami!
eten. En dan als Freddy komt gaan wij gelijk naar de IKEA. Dus even lekker. Wij zijn bij de IKEA en we gaan de IKEA leeg kopen. Nee, ik moet alleen een mat hebben. Moet jij nog wat hebben, man? Nope. Mat, ik moet stoffer en blik hebben. Oké. Ik heb al jaren geen stoffer en blik. Vandaar al de stof. Vandaar al de stof in mijn huis. Als Ilala later groot is, ga ik ook zo'n bakfiets kopen. Nou, we hebben hem hoor. En nog wat andere dingetjes. Deze winkel is zo verslavend. Misschien nog even een hotdogje meenemen of zo. Zo, we zitten weer in de auto. Terug naar huis. En ik heb geen hotdog. Mijn moeder heeft wel hotdogs gekocht. Voor je broertje. Ik heb frozen yoghurt. Vet goed van IKEA dat ze wat gezondere dingen doen dan alleen maar hotdogs en Zweedse ballen. Maar ze hadden alleen maar krusty toppings. Nou, dat heb ik vandaag ook al gehad. Dus geen chocolade toppings helaas. Dus ja, nu naar huis. Ik heb een beetje meer gekocht dan dat ik wou doen. Maar dat maakt niet uit. Dat laat ik zo. Jullie zien me niet eens. Zo donker is het. Dat zien jullie straks wel. Eerst even naar huis. Zo, ik ben thuis. Ik ben buiten adem. Ik heb een paar keer de trap opgelopen. Maar ik zoek de afstandsbediening. Goeie tijd is het begonnen. Oké, ik ga eerst even goede tijden kijken. Dan laat ik jullie zien wat ik heb gekocht. Oké, wat heb ik gekocht? Kussens. Dit is een kussen, dit is een kussen. Dat is voor die oranje. Het is donker hier, sorry. Ik heb chips gehaald. Wat heb ik voor chips eigenlijk? Gewoon salty potato, 2 zakken. Een stoffer en blik. Ik heb al heel lang geen stoffer en blik. Echt heel erg. 80 cent of zo. Afwasponsjes. Lampjes voor de keuken. En fotolijstjes. Die zijn heel mooi. Ik heb een zwarte. Nee, ik had nog een zwarte. Oh, hier. 2 zwarte, 2 witte. Ik heb ook dit gekocht. Voor mijn kast in de studio. Maar dat zal ik morgen wel even laten zien. Dan kan ik gelijk alles sorteren. En een vloerkleed. Die ga ik er nu neerzetten. Zo, dit is onze nieuwe tapijt. Lekker mooi hoogpolig. Ja! Nou, ik heb een nieuw kleedje, hè? Ik zou wel weer voorkomen dat het dan klinkt wel lekker eigenlijk. 6 maanden weer opnieuw volloopt. 2 weken geleden stonden we hier, werden we eigenlijk weggestuurd. Ja. En nu hebben we inmiddels het hele huis gezien, maar ja, het blijft trillen. En ik hoop. Nou, waar is het? Kijk, er staan 4 mensen op deze foto. Wat maakt het er toch niet zo? Oh nee, 3. 4 foto's. 4 mensen. Dit. Is er 1? Zijn er 3? Die camera herkent Ilayla niet als een gezicht. Nee, die foto is ook echt. Oh, hier wel. Bol, hè? Die is mooi. Die is echt heel mooi. Wat doe je? Je bent vet ingezoomd zeker, hè? Er zijn cameratechnieken. Oh. Wow, bijna een dikke botsing. Helemaal niet, jongen. Ik weet toch wel wat... Nee, dat weet je niet. Maar Ferdy? Ja? Ik heb nieuwe nieuwe ledlampen gekocht. Wil jij die in de keuken doen? Ja, maar niet vandaag, want ik heb hoofdpijn. We gaan een serie kijken. Ik heb hoofdpijn, want we gaan... Ik heb hoofdpijn, Oké. Wat doe je? Oké, klaar. Help je me even met die tafel terug te zetten? Ja, is goed. Ik film je wel, ja? Wat denk je dat ik dit niet kan? Jongen, ik ga naar de sporthal. Ik kan het zelf zitten, John. Wat wil je? Even time-out. Moet je meer
kwastje. Nee, zo is hij goed, toch? Ja. Hey mensen, ik ga slapen. Morgen is het donderdag, morgen moet ik werken. Dus ik hoef pas in de avond te werken, ik word voor 7. Dus ik zie jullie morgen. Wel rusten. Doei.